Heel kort door de bocht, als jij geen euro verdient, dan is het ook snel klaar met je missie. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ik denk wel dat het voor die bedrijven, kijk, hun focus ligt in eerste instantie bij hun missie. Maar om die missie waar te kunnen maken, moeten ze wel een businessmodel hebben dat werkt. Dit is de Growth Deep Dive Podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van Growth Hacking Agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive Podcast. Community bouwen door social media content. Dat is de ondertitel van mijn gast. Hij is eigenaar van Gewoon Media en hij is hier in de studio, Peter Bronkhorst. Welkom. Dankjewel. Yes, community led growth, ja. laten we daar meteen maar mee beginnen. Wat is het? Community led growth is uh, ja, het is eigenlijk niet iets wat je doet, maar iets wat ontstaat. Uh, op het moment dat jij een missie hebt die buiten jezelf ligt, nou ja, dan zou het zomaar kunnen dat er andere mensen zijn die, daar, uh, die daar op aanhaken, die er helemaal op aangaan en die mee willen gaan bouwen. Ja, en op het moment dat ze dat gaan doen, dan ontstaat er dus groei door je community. Community led growth. Ja. Um, en dan even heel praktisch, terwijl ik je microfoon even goed naar voren schuif. Als je even puur kijkt dan, oké, okay, ik snap het principe, hè, Groeien door een community. Mm -hmm. um, nou, laten we hem toch nog even iets verder uitdiepen. Wat voor communities, waar heb je het over? Ik neem maar aan LinkedIn, maar dat doe je daar ook alleen op? Nee, dat doe ik niet alleen op. Ik heb het ook niet over een platform of iets dergelijks. Maar gewoon, een, ja, die community is eigenlijk gewoon een groep mensen... die zich rondom zo'n missie schaart en die daaraan mee wil bouwen. Dus het is niet, je kan niet zeggen, joh... Community-led growth, oh dat is een platform, of dat is op LinkedIn, of uh, dat, uh, dat uh, is iets wat uh, bij demonstraties gebeurt, of uh, het is alles. Ja, het uh, is alles. Het, ja, het maar dat ook daardoor is het ook wel lastig te begrijpen wat dan alles is. Ja, maar nou ja, in die zin, um, kijk, aan de ene kant kun je community-led growth faciliteren als je zo'n missie hebt, dus je kan uh, mogelijkheden voor mensen bieden om uh, op een makkelijke manier mee te bouwen aan je missie. Um, maar ja, um, sowieso als je dat niet doet en je hebt wel een missie waar mensen op aanhaken. dan vinden ze zelf wel een manier. Um, en zelfs als je dingen faciliteert, ja, het moet maar net iets zijn wat, wat past voor diegene, zeg maar. En anders heb je ook kans dat er, ja, dat er ook dingen ontstaan die je niet helemaal voorziet van tevoren. Ik vind het nog steeds uh, heel abstract, ik probeer het meteen even te visualiseren... als in, wat ga je dan precies doen? Heb je een voorbeeld van een, een klant of een case waarvan je zegt... kijk, dit is nou een mooi voorbeeld van community-led growth. Ja, ik, ik, ik ben de uh, uh, afgelopen jaren heel veel bezig geweest... met ook zoeken naar voorbeelden en kijken van... oké, okay, wat, wat gebeurt er nou precies en, en hoe komt dat nou en hoe, hoe werkt dat? Um, maar een van de voorbeelden, die noem ik ook wel vaker, is uh, Upfront. Ik weet niet of je dat merk kent. Ja. Uh, die, uh, ja, die maken van die uh, uh, ja, wat is dat? van die uh, repen met uh, granola en weet ik veel wat ja, erin. En, gewoon voedingswaren. Ja, voed iets meer dan dat. Voedingswaren. Ja, ja. Het is allemaal wel een beetje sportgerelateerd. Uh, waar ze in ieder geval mee begonnen. Je ziet nou langzamerhand dat ze dat aan het uitbreiden zijn. Maar die hadden dus op een gegeven moment, uh, nou, waar ze voor staan is dat uh, je moet op een verpakking gewoon op een normale manier kunnen zien wat zit er nou in. En er moet geen troep in je eten zitten, want het is mm -hmm. gezonder voor je. Um, en die hadden dus uh, um, nou, een aantal maanden terug, hadden ze voor elkaar gekregen dat ze bij de Albert Heijn in de schappen kwamen te liggen. Uh, dat is natuurlijk voor zo'n merk een gigantische stap. Ja. Want dan ga je in één keer een hele berg aan, uh, aan uh, producten verkopen. Um, maar ze kwamen er dus heel snel achter dat, uh, ja, dat het allemaal een beetje een troep werd uh, in de schappen. Uh, dus nou ja, dat uh, plaatsten ze een berichtje over op, uh, op LinkedIn en op Instagram. Uh, voor hun uh, volgers, jongens. Wij liggen bij de Albert Heijn. Uh, maar het is een beetje rommelig. Ben je nou volgende keer bij de Albert Heijn? Misschien kan je het even recht trekken. <laughs> Letterlijk even recht zetten. Ja, maar uh, dat is natuurlijk ergens. Je, je kan je niet voorstellen dat, dat uh, Nestlé uh, dat doet natuurlijk. En dat daar ook iemand op reageert. Van nou ja, dat gaan we wel even doen. Mm. Maar het gebeurde echt. Uh, en niet alleen gebeurde het. Uh, vervolgens gingen de, un, un, ja, hun deelnemers aan die missie. Noem ik ze dan maar. Die gingen daar ook foto's van nemen. En dat, en dat zelf weer op social plaatsen. Ja. Nou, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van community-led growth. Het is iets wat eigenlijk niet helemaal past. in een normale klantrelatie. zoals we dat kennen. Um, maar het gebeurt wel. En dit zijn wel de dingen die. Um, ja, het is een soort geheim wapen, zeg maar. van zo'n uh, zo impactbedrijf. Um, waar je als, als regulier bedrijf eigenlijk. Ja, daar kun je niet zoveel tegenover nee oké okay, maar het is natuurlijk leuk en mooi meegenomen maar Nestle ja. denk, nou hartstikke leuk voor front. dan hebben ze zes social posts ja, ja boeien dit is een leuke gimmick maar een ander voorbeeld uh, uh, waar ik waar ik ook wel regelmatig over praat een vriend van me die heeft een, een uh, uh, bedrijfje heet fork ranger uh, nou wat die fork ranger ja fork ranger nou die, die kwam er dus op een gegeven moment achter dat uh, een heel groot ding wat we kunnen doen met z'n allen om duurzamer te leven is duurzamer eten ja. Um, maar dat is nog best wel lastig als je gaat kijken van oké, okay, maar hoe moet ik dat dan doen? Uh, dus op een gegeven moment is hij uh, eigenlijk makkelijke recepten gaan maken. Daarvoor heeft hij een receptenboek gemaakt en op een gegeven moment ook een app. Nou, je, je weet zelf al wat het gemiddeld kost om een goede app te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dan heb je het al gauw over 10.000 euro's. Ja. Uh, de app van Fork Ranger die is volledig ontwikkeld door vrijwilligers. Ja. Maar is je ook goed? ja, ja nee, maar zit, dat is natuurlijk zit, de volgende ja, vraag zit echt goed in elkaar okay. uh, inmiddels zowel op iPhone als op, uh, als op uh, uh, Android um, maar dat ja goed dat, daar kan je als als commercieel bedrijf ga je dat normaal niet voor elkaar krijgen nee Nee, oké, okay, maar dan als ik het kan samenvatten, het gaat om fans creëren, ambassadeurs, mensen die in je missie geloven ja. uh, en die gewoon heel enthousiast worden om iets vrijwilligs te doen. Of dat nou uh, pakken in het schap rechtzetten is, of ja, een app bouwen. Ze okay. zijn bereid iets voor je merk te doen. S ze zijn bereid om, om uh, meer te doen dan wat je normaal in een transactionele relatie zou verwachten. Ja. En daar zit met name een heel groot verschil. Want het, kijk, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je. Uh, dat het altijd om vrijwilligers gaat. Uh -huh. Ergens als uh, uh, merk wil je ook uh, graag goed personeel bijvoorbeeld binnenkrijgen, uh -huh. uh, maar op het moment dat jij uh, zo'n club hebt van mensen die heel erg aanhaken op je missie, ja dan maakt het dat natuurlijk ook makkelijker, ja. want de inzet van iemand die daar voor jouw missie komt. Mm -hmm. Die zal altijd anders zijn dan degene die er gewoon komt voor de dikke pot met geld die je elke maand overmaakt. Ja, ja en wij, en wij hef, als ik het even naar mezelf vertaal, wij hebben dat niet echt keihard. Uh, bijvoorbeeld een, een Sprint Sneakers vind ik een geweldige missie hebben. Hè. We doen uh, iets mm. goeds voor de wereld. En dat nou, vind ik minder bij een agency pas. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Wij willen gewoon de beste worden. We willen gewoon supergoed worden in wat we doen. En dat we daar gewoon belachelijk veel geld mee verdienen. En dat iedereen daar zelf maar wat leuks mee moet doen of wat goed mee, mee doen. Dat moet allemaal zelf weten. Ja. Dus ik vind het wel twee gescheiden werelden. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat uh, Spencer Sneakers dus wel community-led aan het groeien is. Veel meer dan dat wij dat doen. Dat denk ik ook. En kijk, hier moet ik wel bij zeggen dat um, het valt niet te ontkennen dat ook niet dermate missiegedreven bedrijven. Um, de, dat die niet ook iets van community-led growth kunnen hebben. Ik bedoel, kijk naar, naar een, een Tesla of een Apple. Um, dat valt niet te ontkennen dat daar uh, iets gebeurt van community-led growth. Nee, oké, okay, maar dan noem je het wel voor Tesla en Apple. Uh, uh... Ja, maar dat, uh, dat hangt als ik daar... Want ik ben daar de afgelopen tijd heel erg mee bezig geweest. Ik ben ook bezig met het schrijven van een boek hierover. Van Oké, okay, maar hoe zit dat nou voor gewone bedrijven? Ja. Uh, wat hebben die er nou aan? Um, nou, wat heeft een saai IT-softwarebedrijf uh, daar dan aan? Ja, dat is wel ingewikkeld. Ja, nou, daarom, ik, maar, daarom ja, je vraag je ik ziet, het jou. Ja, je schrijft een boek. Bij, bij een, bij een uh, Tesla of een Apple hangt het heel erg uh, vast aan het product. Mm. En dat daar een bepaalde ja, uitmuntendheid in zit, zeg maar. Waardoor, uh, waardoor mensen daarop aanhaken en dat ook willen delen. Deels voor hun eigen image natuurlijk, maar ook deels omdat ze gewoon anderen dat ook willen laten ervaren. Ja. Um, en de, ja. Da daarin zou je, ja, als je als agency inderdaad als missie hebt om de beste te zijn ja dan kan ik me best voorstellen dat community-led growth dat daar best aspecten uh, van mogelijk zijn alleen de, de gekkigheid die je uh, ziet rondom impactbedrijven als het gaat om community-led growth mm -hmm. met vrijwilligers of uh, aandeelhouders die hun aandelen verscheuren of dat soort dingen ja dat zal je minder snel zien op het moment dat jouw missie om jou gaat en niet om de wereld. Om de wereld. Ja. Nou ja, daarom kijken we hebben een community, misschien als in volgers van mensen die gewoon beter willen worden in het vak. Um, letterlijk genomen hebben we ook een community. Hè? We hebben een ja. academy gebouwd in Circle. Daar ben ik fan van overigens. Dat is echt een super tool. Uh, maakt het maken van communities uh, heel erg makkelijk. Hè? Met die, ja. Je hebt chatfuncties en een soort van facebook-achtige omgeving creëert het. Plus, en daar gebruiken wij het voor, uh, cursussen. Dus echt trainingen die we online uh, zetten. Die, die vind je allemaal ja. daar. Dus dat is allemaal prima. Maar als ik nu kijk puur naar het, het community gedrag daar zo. We hebben nou, nu misschien 400 uh, uh, members, maar niet ja. allemaal actief. Als je nu ja. kijkt wie plaatst er nou af en toe wat. Nou, het is best wel ghost town hoor. Er gebeurt niet zoveel. Ja. Heel moeilijk om dat, uh, dat te aan beste. te slingeren. En wat je ziet is dat het, kijk, dat, aan de ene kant hangt dat natuurlijk vast aan. Um, op het moment dat het om jouw product gaat of de dienst, zeg maar, of nou ja, dat je inderdaad de beste wil zijn, um, Ja, dat, dat, dat moet wel heel goed zijn. Mm -hmm. uh, aan de andere kant is het ook gewoon een, een, een uh, omvangding in de zin van, ja, stel nou, kijk, nu heb je 400 mensen en, en wordt er af en toe een keer wat geplaatst. Als je het voor elkaar krijgt dat het er 4000 zijn, dan zal dat wat vaker worden. En je zal altijd een klein clubje houden daarin die echt actief is. Mm -hmm. En dat, ik bedoel, dat, dat geldt voor dit soort communities, maar dat geldt net zo goed voor een Fork Ranger, die uh, duizenden gebruikers heeft, zeg maar. Die wel meebouwen aan de missie door met die recepten te gaan koken en op die manier uh, een stukje te verduurzamen wat, wat hun missie is, zeg maar. Ja. Um, maar de mensen die echt zeggen: Nou, ik ga uh, een aantal uur per week voor jullie aan de slag uh, zonder dat ik daarvoor betaald word. Ja, dat is natuurlijk ook maar een heel klein stukje. Ja. Uh, dus ja. ik, ik, ik denk dat dat ook altijd wel meespeelt. Um, en het is ook gewoon ja, uh, ik denk dat je dat wel kan beamen, uh, je hebt nu een Circle Community met 400 uh, leden daarin, het heeft je wel het een en ander gekost om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is echt rete duur het ja. ja, is echt heel, heel de, we hebben echt nou, duizenden gaat. euro's aan ads budget, en duizenden nou oké, honderden uren zitten er echt wel in hoor ja, met trainingen maken, cursussen en ja. vervolgens ook nog dan bezig gaan met oké, maar hoe kunnen we die mensen nou activeren? Mm -hmm. Um, en uiteindelijk uh, heeft dat allemaal heel erg te maken met: oké, okay, maar wat, wat komen ze hier halen? Ja, uh, wat is hun motivatie om hier aan mee te bouwen? En daarin, op het moment dat jouw missie natuurlijk buiten jezelf ligt, dan, is, uh, dan hoef je daar niet zoveel voor te doen. Want dat stukje, dat is gewoon dat mensen halen daar betekenis voor zichzelf uit. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat ik voor Ranger ga helpen, dan. dan uh, ja, dat, dat geeft mij een stukje betekenis in mijn leven, zeg maar, omdat ik iets, iets doe om de wereld verder te helpen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk de vraag op het moment dat dat niet aan de hand is, um, ja, wat, wat krijgen ze er dan wel voor terug? Ja. Nou ja, als het goed is in ons geval, worden ze een betere marketeer en gaan ze, zoals wij het zeggen, next level en boosten ze hun kennis. Dat is ja. waarvoor je in de community, maar vooral de cursussen zou moeten doen. En ik zeg die twee heel bewust, want die zijn bij ons heel erg verweven. Zie je dat vaker dat communities en, en trainingen, cursussen bij elkaar horen? Um, ja, kijk, uh, er zit natuurlijk altijd een stuk uh, bewustwording in of zo, uh, en dat is, dat is ook deels gewoon educatie. Ja. Um, en dat is ook uiteindelijk, kijk, ik ben veel bezig met content. Uh, en door content uh, bouwen aan communities en bouwen aan, um, ja, aan, aan missies, zeg maar. Ja, en dat is ook gewoon allemaal uh, je doelgroep helpen in een stukje bewustwording. In eerste instantie van überhaupt dat er een bepaald probleem is dat opgelost moet worden. Uh, vervolgens dat er dus een oplossing is en vervolgens de rol. Die jij, die jij daar als bedrijf eventueel in kan spelen, maar ook de rol die ze daar zelf in kunnen spelen. Ja. Um, en ja, ik dat dat, is, dat dat komt een beetje vanuit demand generation, vanuit het framework van Aldo uh, natuurlijk. Um, natuurlijk, Aldo, steek natuurlijk. die maar nog in je zak. Ja, ja. Natu natuurlijk. Als goeroe. Um, maar als ik nu kijk, hij heeft het heel erg over B2B-marketing altijd. Jullie zijn ook bezig met B2B-marketing. Alleen het principe erachter, ja, dat is niet per se alleen maar B2B marketing. Dat is gewoon hoe mensen hun hoofd werkt. Ja, een stukje. Ja. De, de psychologie. En ik ja. weet dat jij uh, uitgebreid altijd de narratives uh, beschrijft. Hè? Dus wie in welke fase denkt nou wat en hoe kan je daarop inspelen? Ja, hoe kan je ze van het, van van de ene fase naar de volgende fase helpen? Wat voor wat hebben ze daar nou voor nodig? Ja, en daar de juiste content op het juiste moment. Bij de juiste persoon dus ook nog ja. terecht laten komen. En daarbij, ja, weet je. Ik, uh, en dat is überhaupt, als je het over, over marketing hebt, maar over heel veel dingen natuurlijk. Het is allemaal geen 1 of 0. Uh, ja. ja, weet je, het, het is niet zo dat je kan zeggen, nou, die, is, uh, 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 die zit volledig in dit vakje en die zit volledig in dat vakje. En je kan een lijntje uitzetten van wanneer die dan naar het volgende vakje gaat. En ja, zo, zo werken mensen nou helemaal niet. Misschien, ja. zeg maar, over het grote geheel zou je dat kunnen zeggen, maar niet per individu. Dus dat betekent ook dat jou content niet op die manier wordt geconsumeerd... dat mensen niet op die manier kopen... dat, uh, dat is een, een veel uh, natuurlijker en een minder uh, lineair proces. Mm -hmm. En dan toch nog eventjes... Hè, nou, kijk, wij hebben zelf die community. Ik snap jouw uh, upfront voorbeeld of je forkrange voorbeeld... Um, wat, hoe kan een gemiddeld IT-bedrijf, dat onze klanten veel zijn, of laat een consultancybedrijf nemen, zakelijke dienstverlening, hoe kan die dan fans ambassadeurs creëren? Nou, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met wat IT kan betekenen, bijvoorbeeld binnen het bedrijf van hun klanten. Mm -hmm, ja. En daar de missie in zoeken als wij ja. helpen bedrijven efficiënter worden. Ik of... denk dat dat, ja inderdaad, het zijn natuurlijk vaak efficiëntieslagen of... of kwaliteitsdingen die je, die je kan verbeteren binnen het bedrijf. En ik denk dat ja daar zou ik met name gaan zoeken van, oké, okay, maar hoe kan je nou, um, hoe kan je daar eigenlijk jouw jou champion vinden in een bedrijf die, uh, ja, die op een bepaald punt denkt van hé, hey, maar wacht even, dit, uh, dit zouden we met z'n allen eigenlijk moeten doen. Dit zouden we met z'n allen moeten doen, maar dat is dan bij het bedrijf. Ja, ik zeg maar, uh, hun... hun Binnen het bedrijf van hun klant. Ja, ja, ja. ja. ja oké, okay, precies. Het is de klant van de klant in ons geval. Ja. Ik snap hem. Maar ja, oké. Okay, dus dan heb je de champion. Degene die dat. Uh, die daarvan zegt: Nou, dit is super tof. Uh, jongens, uh, kijk eens even wat de efficiëntie-slagen we kunnen maken. Maar dat is natuurlijk nog niet de uh, community. Dit is er dan nog steeds één champion. Nee, maar ik denk wel dat. Ten eerste. Uh, als, nou, ik hoop dat die bedrijven meerdere klanten hebben met champions. Ja. <laughs> maar daarnaast. ...kijk... Maar bedoel je dat ze elkaar dan ook gaan uh, zien of ga je iets organiseren of uh, ja, daar, kan ik, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ook uh, binnen een bedrijf. Kijk, op het moment dat iemand aanhaakt op, uh, op de missie die je dus blijkbaar voor het bedrijf dan hebt, uh, dan, dan ga je toch een, een, uh, een gemeenschappelijke missie vinden met elkaar. Want als het goed is, de mensen die in dat bedrijf werken, die vinden het allemaal wel belangrijk dat het... Gaat en dat ze stappen maken met het bedrijf, hoop mm. je dan, um, dus daar, daar ga je een bepaald uh, uh, ja een bepaalde overeenstemming vinden met elkaar uh, en ja, dat is waar community begint. Ja, uh, simpelweg gewoon een gedeeld belang of een gedeeld verlangen. Ja, ja, op jouw stoel uh, heb ik hier Nico van der Zaan uh, uh, gehad uh, en uh, die had het heel graag over niche marketing. Uh, en dat is dus een, een gemeenschappelijke doelgroep met hetzelfde probleem die op zoek zijn naar een oplossing. Als ik het nou goed vertel. Volgens mij was het dat en ik kan het vergeven als ik het niet precies zeg. Maar dat is ook een beetje wat jij uh, hier zegt. Hè. Ze hebben het, het, hetzelfde, hetzelfde missie dan, heb jij het dan over. Uh, dus er zijn wel degelijk wat raakvlakken. Waar ik alleen nog naar zoek is, hoe verbind je die dan met elkaar tot, tot een community? Ik denk in die zin dat dat op het moment dat, je, uh, dat er bewustzijn is over dat gedeelde doel, gedeeld verlangen, gedeelde missie, dat, dat is wat verbindt. Ja, daar kan je in, weet je, dat kan je faciliteren door inderdaad een, een platform of een WhatsApp-groep of een LinkedIn-club ja. of weet ik veel wat. Daar kan je van alles bij bedenken. Ja. Uh, en daarbij kijk je natuurlijk gewoon, oké, okay, maar wat past bij deze doelgroep? Ja. Um, maar dat is puur een, een middel mm -hmm. om te faciliteren. Ja, precies. Dus, zo... Maar ik ben altijd heel praktisch. denk ik, ja, wat is dan het middel? Dus ik snap het allemaal wel dat hoog over missie en zo. Denk ik. Ja, en, en dan kom op nou. Ik wil meer weten. Ik, wil meer, dus ik probeer het ja. eruit te trekken. Maar je noemt al een paar voorbeelden van ik denk, oké, okay, ik heb er nu een paar gehoord. Een cirkel, die gebruiken wij dan zelf, ja, maar... ook een vorm van community. WhatsApp groepen, slack groepen, Discord, daar kan je natuurlijk ook in vinden. Maar die WhatsApp groepen die zijn lekker laagdrempelig. Er Zijn er veel van? Ik weet dat uh, Pieter S. een, uh, een uh, WhatsApp-groep uh, heeft. We hebben nu ook een, een, een community-functie dat ja. je meerdere, meerdere groepen binnen een community kan maken. Het is een beetje, ik heb select de deur uit gedaan uh, een paar maanden terug, want ja, kan alles gratis in WhatsApp doen. Hmm. Um, maar ik, ja, weet je, zo, zo kan je, dit kan je ook. Je zou het ook prima in een live forum kunnen, kunnen gieten of. Ja. Je kan honderdduizend manieren bedenken om. LinkedIn Live dan of zo bedoel je? Of... Nee, maar ook gewoon. Als je binnen, zeker als je dat binnen een bedrijf doet. Ja, uh, neem gewoon één avond in de maand waarbij je ze bij elkaar zet. Ja, simpel is dat. Je hoeft het niet ingewikkeld te maken uh, in die zin. Ik denk wat vooral. In, uh... ja, het klinkt wel heel makkelijk van zet ze even bij elkaar, maar probeer het maar eens even te fixen. Op het moment dat dat vanuit, die, vanuit dat gemeenschappelijke doel. of die gemeenschappelijke uh, uh, missie komt. Um, dan, ja, dan is dat niet heel ingewikkeld. Er zit alleen wel waar je rekening mee moet houden. is dat. Um, in hoeverre mensen bereid zijn om te investeren. heeft het aan de ene kant te maken met. oké, okay, maar wat is de waarde die ze er zelf uitkrijgen? Uh, als dat betekenis is. nou ja, dat, dat heeft ook een bepaalde. Ja, dat is ook een schaal, zeg maar. Het is niet zo dat. Oh, er zit betekenis in, dus het is meteen 100. Uh, en er zit geen betekenis in, dus het is nul. Hmm. <laughs> zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar uh, ja, je, je hebt die kant en je hebt aan de andere kant de relevantie: in, in, in hoeverre uh, uh, past het ook binnen iemand zijn, uh, binnen iemand zijn beleving, binnen iemand zijn, uh, zijn leven überhaupt. Als jij zegt, nou we gaan het op de donderdagavond doen. Ja, als jij een hele groep hebt die allemaal uh, kinderen thuis hebben zitten. Ja, dan zal dat misschien uh, moeilijker zijn. En dan is er veel meer waarde nodig om iemand zover te krijgen dat hij ook komt. Ja, ja natuurlijk. Dat... Dus dat, ah, okay. dat is zeg maar een... een uh, uh, ja, dat, 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 dat houdt verband met elkaar, zeg maar. Ik had, ik had een tijdje terug... Hadden ze bij ons een, uh, een stuk... Er uh, een weg afgesloten. En ze hadden een, uh, een omleiding ingesteld. En dat was echt 20 kilometer om of zo. Um, en er was een veel kortere weg... Alleen dat ging over een dijkje en ze wilden niet al het verkeer eroverheen hebben, weet ik veel wat. Maar ja, je zag natuurlijk iemand, iedereen bij ons uit het dorp gewoon over, de, over dat dijkje rijden. Want de, de kosten, zeg maar, die de andere kant iedereen snapte wel van ja, eigenlijk wil je dat niet. Maar de kosten om uh, de andere omweg te, te volgen, die waren gewoon te hoog. Ja. En daarin zie je altijd dat er een soort van... Uh, ja, dat is een soort van weegschaal, zeg maar. Ja, dat is een beetje een Prisons dilemma. Ik snap alleen niet zo goed hoe dit dan met community-led growth uh, verband uh, houdt. Ja, dat, dat heeft net zo goed daarmee te maken. Op, uh, uh, kijk, mensen als community-led growth is, dan, dan dat gebeurt dat omdat mensen er een bepaalde waarde uit halen. Uh, nou, het meest zie je dat op het moment dat dat een vorm van betekenis is, maar het kan ook heel goed zijn dat dat iets van image is of een, ja, een doel in het bedrijf. of een... Uh, uh, een product wat gewoon heel goed is, uh, waar ze wat uithalen. Um, maar de mate waarin mensen bereid zijn om daar iets voor te doen, ja, die had altijd verband met de hoeveelheid waarde die ze eruit halen. Ja. Ja, zo. Oké, okay, nou, poeh. Hier was even verzoeken, maar ik uh, land een beetje. Oké, ik kan En, en et, et, ik wil bij het praktische blijven. Um, ja. Ik ben zelf uh, lid van de scale-up uh, company. Uh, en die hebben ook een WhatsApp-groep. Ja. Uh, daar zitten volgens mij iets van 100 of 140 ondernemers uh, in van 80 bedrijven. Uh, en dat, uh, nou, daar worden veel uh, dingen in gedeeld. Uh, ik vind dat irritant, heel eerlijk, in WhatsApp. Uh, dus ik vind het community gedeelte en elkaar tips geven en er worden vragen gesteld en uh, er komen meteen allemaal super relevante antwoorden of referenties, dat soort dingen. Dus super waardevol. Maar voor mij is WhatsApp gewoon persoonlijk, privé. Ja. Uh, en, en jij doet alles nu dus in, in WhatsApp. Moet ik daaraan wennen of zo? Uh, doe ik nee, het niet maar, goed? Ja, kijk, dit, dit heeft ook te maken met gewoon de, de, de kaders die je er zelf aan geeft en een stukje relevantie. Ja. Voor jou is iets zakelijks binnen WhatsApp dus niet relevant op dat moment? Nou ja, ik vind het gewoon irritant. Maar... Ja, nee, maar, dat, maar is dat... dat is hetzelfde als dat jij, als dat jij op TikTok zit, zit te scrollen en daar komt ineens een of ander heel zakelijk ding voorbij, uh, terwijl jij daar zit voor je entertainment. Ja. Zelfde idee. Ja, ja precies. Is de, uh, ja, oké. Okay. En. And... Als je dan uh, in ons verplaatst, hè, wij hebben dan de, die circle community die niet actief is, zou ik dan moeten overwegen om een WhatsApp-groep ernaast te doen, om daar mensen in te updaten en zo? Of is dat too much? En waar, waar leg je dan de grens? Ja, kijk, um, de vraag is, het, uh, is in die zin van oké, okay, maar waar, waar heeft die doelgroep behoefte aan dan? Ja. Um, kijk, dus oftewel, dan moet je eerst achterkomen met een polletje. Ja, nou, met een bolletje of, of gewoon door, mensen, door met mensen te praten. Maar uh, nou, dat kan natuurlijk ook. <laughs> dan ben een ik beetje altijd... mensen schuw. Ja, ja. Nee, ja dat, <laughs> dat, dat, dat snap ik. Maar ik, dat, dat snap je nee, in die zin, het, het kost heel veel tijd vaak in verhouding. En daarnaast, ja, wie is er niet, wie heeft er geen uh, soort van natuurlijke terughoudendheid op het moment dat die iemand... Moet gaan bellen met allerlei vragen of zo, weet je wel. Hmm. Dat, dat, dat zit een beetje ingebakken of zo. Dat hebben we allemaal, denk ik wel. Ja. Alleen de waarde die eruit komt, die is wel zeg maar vijf miljoen keer hoger dan een WhatsApp-polletje. Ja. Uh, of een, een ander polletje, want WhatsApp, dat doe je niet dus nog niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar dat. Um, uiteindelijk heeft dit heel erg te maken met. Kijk, misschien is dit wel gewoon genoeg voor de mensen die er zitten. Hmm. Ja misschien als gewoon alleen hun informatie uit de cursussen, de trainingen, ja. want die zijn wel populair. Dus ja, uh, die, ten, ten, ja en, die, en, is en Misschien is dat voor, voor, voor deze groep voldoende. En naarmate het groeit, dat er ook een groepje komt voor wie het niet voldoende is en die daarmee mee gaan doen. Ja. Um, maar ik denk uiteindelijk wel, kijk, community-led growth is ook wel wat ik al eerder al zei. Het is niet iets wat je doet, maar het is iets wat ontstaat doordat mensen aanhaken op een missie of op een product of, Um, ja. ja, het is, het, het is heel. Maar je moet het wel motiveren en ook aanslingeren. Ik bedoel, Upfront die heeft het letterlijk gevraagd, toch, aan hun uh, volgers. Je het, het nou het, ja, in Kijk, je, je kan het faciliteren. Uh, op het moment dat, dat, daar, ja, dat, dat je inderdaad zo'n clubje hebt, dan kan je dat faciliteren. En ja, afhankelijk van, van de, de waarde die ze daar zelf uit ervaren. Uh, kijk, bij je op Upfront, daar, de waarde die ze daarvoor. Heeft, ze krijgen er niks voor terug dat ze. Dat ze, dat ze, dat ze uh, bij de supermarkt staan te spiegelen terwijl ze niks betaald krijgen. Mm -hmm. um, behalve dat ze ja, een, een gevoel van betekenis krijgen. Ja. Um, en dat is natuurlijk op een gegeven moment. Kijk, als zo'n community groeit. Uh, en er een clubje komt. Wat, wat actiever is op een gegeven moment. dan, ja, dan zal je ook krijgen dat daar, dat daar mensen op haken. Als je dan. Even kijken naar jouw dienstverlening en jij helpt bedrijven bij community-led growth, dan uh, is dit wel veel makkelijker voor de wereldverbeterende bedrijven, B2C-frontachtige bedrijven, dan ja. voor Red works of uh, Klopt, ja. onze klanten. Absoluut. Nee, dus wat ik in het begin al zei, kijk, uh, ik, je, je ziet de echte uitingen van community-led growth bij niet per se heel missiegedreven bedrijven, zoals een Tesla of een Apple. Het is niet dat die geen missie hebben, maar... ja. Die zijn er niet per se om de wereld beter te maken, geloof ik. Nou, ja, de Tesla's missie is het uh, ver, ja, verduurzamen. Ja, ik, ja, tot op zekere hoogte geloof ik dat. Maar het, ik. Uh, niet, niet helemaal. Ja, okay. Nou goed, dat, dat zijn wel. Ja, niet echt in die zin pakkende voorbeelden. Ik snap wel dat het een goed voorbeeld is. Maar. Nee, ja, maar daar kan ik niet echt mee vergelijken. Nee, maar het punt is zeg maar dat de, uh, als ik kijk naar. Uh, meer productgedreven bedrijven, niet zozeer missiegedreven, zeg maar, als je als je op die manier even die scheiding maakt, dan denk ik niet dat je um, dat je als productgedreven bedrijf heel snel uh, inderdaad, vrijwilligers gaat krijgen of dat soort dingen. Mm. Dat soort gekke uitingen die eigenlijk niet passen in hoe ons economisch systeem in elkaar zit. Ja, dat is, denk ik wel volbehouden voor bedrijven die een missie hebben om iets te verbeteren in de wereld. Ja. Um, en ik denk wel dat dat. Um, dat dat de komende jaren uh, bovenmate gaat disrupten in de markt. Ja. Uh, omdat het gewoon dingen zijn die eigenlijk niet in het systeem passen. Ja, ik krijg die vraag best wel vaak van sollicitanten de laatste tijd van uh, en we doen jullie ook iets goeds voor de wereld. Uh, ja, we helpen mensen aan werk uh, en we maken bedrijven beter. En verder moet iedereen maar weten wat, wat ze met hun geld dus doen. Maar ik vind dat echt twee uh, verschillende werelden. Dus ik, ik wil daar juist niet in meegaan. Ja. Uh, maar ik krijg die vraag wel steeds vaker. Ja, maar ik denk ook wel dat dat is. Uh, ik, ik las daar van de week nog een onderzoek over, dat er uh, eigenlijk ja, generatie uh, I en Z, zeg maar, dat die uh, zo bezig zijn met wat er allemaal. Weet je, die, die hebben crisis op crisis op crisis op crisis, wat ze alleen maar voorbij zien komen. Ja. En dat dat voor hun een heel uh, belangrijk onderdeel, steeds belangrijker onderdeel uit gaat maken van hoe ze überhaupt keuzes maken in het leven. Ja. En ja, de oudere generaties, die zijn al wat meer set in een. Setting in their ways, zeg maar. Mm -hmm. die, die, die hebben al wat, uh, uh, ja, wat meer hun eigen manier uitgevonden waarop ze dingen doen. En ja, zullen misschien wat minder snel uh, daarin meegaan. Ja, ja en natuurlijk, wij trekken ook wel een grens. Maar dat is meer aan de onderkant als in een bedrijf waar we niet voor willen werken. Uh, een beetje uh, gewoon shady business, als in weet ik wel goed bedrijven en zo. Ja. Daar, daar zullen we niet in meegaan. Maar alles wat neutraal is, niet per se wereldverbeterend, ja, met alle liefde. En natuurlijk als ik kan kiezen, liefst ook nog eens met, met een mooie missie, community-led. Ja. Dat, dat zou het allemaal veel makkelijker maken. Onze promotie ook gewoon, want al onze demand generation, maar ook lead generation, zal makkelijker worden op het moment dat ze uh, volgers hebben en fans ja, nee, absoluut, hebben. Ja. Dus daarin uh, zie ik wel degelijk uh, toegevoegde waarde, Maar ja, het, het, is, veel erg, het is heel erg missie gedreven. Het is heel erg, als ik het uh, samenvat, heel erg op basis van de volgers proberen te enthousiasmeren. En misschien een klein beetje aanslingeren door uh, te vragen aan zei die, die melkpak is even recht. Um, en, maar verder moet het wel gewoon gaan gebeuren. En het is niet per se een marketingtactiek, Het is meer een gedachte. Het is niet per se een marketingtactiek. Ik denk wel dat, het, dat je het... Uh, door te faciliteren dat je het nog verder kan versnellen en er meer sturing aan kan geven. Ja, precies. Dus dan moet je toch wel uh, proactief. Ja, nee, doen. ik zou er op, op het moment dat dat iets is wat, wat speelt, zeg maar, dan zou ik daar absoluut aandacht aan besteden. En, toch gewoon en te, te vragen op platforms, als LinkedIn. Ja, dingen te vragen. Maar ik bedoel, je kan ook dingen, de, denken aan dingen als een referral program, program of ja. Um, ja. Ja. andere manieren waarop uh, jouw jouw deelnemers aan je missie, zeg maar, uh, ook weer anderen kunnen enthousiasmeren of op andere manieren deel kunnen nemen aan je groei. Mm -hmm. uh, een van de voorbeelden die je nu heel veel voorb voorbij ziet komen is crowdfunding. Dat gaat echt als een, als een dat gaat normaal al vaak wel goed, ja. maar bij die missiegedreven bedrijven is dat echt is niet normaal. Ja, omdat ze dus ook weer iets goed doen voor de wereld. Ja, ze hebben deelnemers, zeg maar, die, ik bedoel, je zag het bij Pieter pot, ja, die, die gaan feed, maar die halen wel. Die sturen een mailtje naar hun klanten, daar kan je wat extra over maken. En die hebben, wat was het, in een week een half miljoen binnen. En nu gaan ze volgens mij weer doorstarten. Maar het enige ja. wat ik daarin dacht, van ja, oké, okay, dan kan je dus wel fans hebben. Maar uh, slechts, slechte bedrijfsvoering of slechte keuzes maakt het dus nog steeds niet goed genoeg. Nee, ik denk wel zeg maar dat, uh, dat het nog veel slechter was geweest zonder die groep aan deelnemers aan je missie. Tuurlijk, ja, ja, ja. Maar, maar het is niet genoeg en ik vind kijk, ze een geweldige missie hebben. En nee, ik, ik heb hoop de... ook dat ze het redden, want ik vind het een geweldig bedrijf. Als zo van de buitenkant. Maar ik bedoel, meer het is, het is dus niet genoeg. Je moet nog steeds geld verdienen, natuurlijk, hè? Kijk, uh, heel kort door de bocht. Als jij geen euro verdient, dan is het ook snel klaar met je missie. Ja, ja. <laughs> ja. Dus uh, uh, ik denk wel dat het voor die bedrijven, kijk, hun focus ligt in eerste instantie bij hun missie. Maar om die missie waar te kunnen maken, moeten ze wel een businessmodel hebben dat werkt. Ja. Uh, uh, en inderdaad, ja, de, ja de, als je gaat teruglezen wat er, wat er bij, bij Pieter Pot is gebeurd, dan denk ik ja, aan de ene kant logisch, aan de andere kant, ja, was een beetje voorbarig had elk bedrijf, denk ik, kunnen gebeuren, uh, valt nu een beetje extra op, omdat het een tent is, die, die zo'n missie heeft. Zeg maar. ja. ja, precies. Dus uh, nou ja, ze hebben natuurlijk heel veel de, de pers opgezocht en succesvol. Maar zelfs dat was niet genoeg. Nee. Uh, dus het, het model kon gewoon blijkbaar niet uit. Maar goed, uh, dat geldt niet zozeer voor uh, onze bedrijven en ook niet voor Rependa. We zijn wat dat betreft uh, gezond iets minder missie gedreven. En dan denk ik, ja, boeien. We hebben gewoon een mooi bedrijf. En, uh... nee, maar ik, ik, weet je, ik, uh, wat dat betreft, ik, het is ook niet slecht wat mij betreft als een bedrijf niet een missie heeft om de wereld te verbeteren. Um, alleen wat ik zie gebeuren rondom uh, community-led growth, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat gaat wel uh, de komende jaren heel veel dingen op z'n kop zetten. Goed zo, oké. Okay, statement. Ja, gaat het ding op zijn kop zetten. Nou ja, wat ik zeg Kijk, op het moment dat je straks um, uh, drie bedrijven op de, op de shortlist hebt staan, mm. uh, waarvan er één uh, uh, een missie heeft die buiten zichzelf ligt, um, ja, dan denk ik dat die andere twee bedrijven op dat lijstje het uh, zwaar krijgen. Ja. Ik, eh, sorry, ik ben het daar niet mee eens. Als ik wel eens vergelijk... Nou kijk, als ik vergelijk voor onszelf. Eh, wij hebben geen missie die buiten onszelf ligt. Maar klanten die kopen bij ons. Omdat we gewoon het beste verhaal hebben. Ja. En eh, ik denk dat er een enkeling uh, voor... Uh, nou laten we... Ik, ik gaf al even het voorbeeld ja. van uh, Sprint. Waar ik overigens heel positief over ben doorgaans. Um, maar... Volgens mij hebben we een paar keer een, uh, in het offertetraject gezeten. Um, maar het is dan echt niet zo dat wij die verliezen. Als we die al verliezen, volgens mij niet. Maar dan is het nooit omdat ze zeggen... Nee, maar Sprint doet het goed voor de wereld. Denk, daarvan komt de klant toch helemaal niet bij ze? Dat is toch ja, mooi, mooi, mooi meegenomen? Nou, ik denk dat, dat, een, dat, dat er heus wel klanten zijn die daarvoor bij ze komen. Alleen die ja. komen misschien niet bij jullie. Nee, die komen niet bij ons. Nee, oké. Okay. Ik denk dat, nou, dat, dat daar uh, ligt nog wel een ding ligt. Uh, ja, bottom line is gewoon dat op het moment dat uh, die klant een stukje betekenis haalt uit het feit dat ze op een bepaalde plek hun, uh, hun, uh, hun marketing inkopen of op een bepaalde plek hun koffie kopen, dan zij, of op een bepaalde plek hun chocola, om maar een uh, mooi voorbeeld te noemen, ja. dan zijn ze bereid om meer te slikken in, op andere vlakken. Ja, uh, ik weet niet of jij weet wat, wat een uh, reep kost, maar. Nou, ik weet niet wat die koors nee. zo vast duur zijn. Maar dat, als je dat gaat vergelijken met andere aanmerken, denk je, nou, weet je dat. Dat, nou, dat is best pittig voor een, 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 een club die nog vrij nieuw is uh, op de markt, zeg maar. Ja, maar de enige reden waarom ik Tonys koop is omdat het gewoon super lekker is. En dat bedoel ik. We, de reden ze kopen bij ons dat het super goed is. Niet omdat het ja. uh, goed is voor de wereld. Want Daar ben ik overigens ook nog heel sceptisch over. Maar dat zeiden. Maar het is gewoon super goede kwaliteit. Rependa schakel je in omdat het super goede kwaliteit is. En wij al onze kostbare tijd stoppen in educatie. En onszelf beter maken in plaats van in uh, doing ja, good voor de wereld. Ik wel dat, dat dat een. Uh, een ...een dubbel is in die zin van... ...oké, okay, het is super goede kwaliteit... ...maar ze zijn niet de enige met super goede kwaliteit. Um, en dit zijn wel de, de punten. Nou, om, op prijs zijn, zijn mensen best wel bereid om meer te slikken... ...op het moment dat daar een bepaalde missie achter zit... ...waar ze op aanhaken. Ja. Maar het kan net zo goed een product zijn. Nee, oké, okay, maar dan denk ik inderdaad... ...om heel even nog bij de Tony te blijven... ...dat de marketing die zij inzetten... Die, um, daarin is die missie natuurlijk heel erg in hun voordeel. Ik zal niet zeggen dat het greenwashing is, maar het helpt natuurlijk wel enorm. En dat buiten ze goed uit. Hè. Kijk ons even onevenredig uh, van die blokjes hebben en zo. Een goed verhaal. Dus dat, het is een leuke, leuke gimmick. Ja, ja. um, en daarbij is het ook nog eens gewoon echt lekkere chocola. Dus dat, dat, die twee die moeten wel met elkaar kloppen. Uh, nee, maar ik bedoel meer, ja. zij, zij zetten die hele missie gewoon in als een marketingmiddel. Nou Ja, maar dit is wel, het, als je het nou hebt over, oké, okay, maar wat, wat zijn nou de dingen die je mis ziet gaan? Uh, dat kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Ik heb in 2019 zelf een, een impactbedrijf gestart. Ik noemde dat uh, toen nog niet zo, maar het was wel echt met een missie om, uh, om um, uh, ja, de, de markt voor het groot formaat printer te verduurzamen. Um, en ik ben, uh, ja, mede door corona, maar ik ben keihard op mijn plaat gegaan en die tent is viert gegaan. En als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja... Eerlijk wat... dat je dat durft te zeggen hier zo in de, in de microfoon. Nou nee, wel... ja, maar daar, daar ben ik wel open over. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja... Uh, maar wat ik aan het doen was, is een, een traditioneel mkb-bedrijf bouwen. Um, zoals, zoals ik dat kende. Uh, en keihard de strijd aangaan om de vierkante meters in de markt. Um, maar ondertussen wilde ik het wel en duurzaam doen... en, en verantwoord en sociaal... En, uh, dus eigenlijk was ik continu met één hand op mijn rug dat gevecht aan het aangaan. Ja. Uh, en dan kan je heel hard vechten en misschien win je het dan nog wel op den de duur een keer. Um, maar als ik nu terugkijk, ja, wat ik veel beter had kunnen doen, was niet uh, de 400 meters verkopen, maar de missie. Ja. Uh, en dan was, het, ja, dan was het waarschijnlijk veel minder een productiebedrijf en veel meer een kennisbedrijf geworden. Ja. Maar als ik nu terugkijk, zie ik ja, ik had wel klanten die daarom bij me kwamen. Ik had wel leveranciers die daarom keihard hun best deden om, uh, om uh, bij ons aan tafel te komen en uh, om ja, te kijken hoe we samen, samen naar duurzamere oplossingen konden komen. Ja. Um, ik had wel medewerkers die bij mij kwamen werken, omdat ik die missie had. Ja. Um, dus in die zin... Uh, maar is er dan niet mission-led growth? Want die hele community die zit er niet in. Nou ja, kijk, uiteindelijk zie ik dat zo dat, dat uh, aan alle kanten van je bedrijf kunnen mensen aanhaken op een missie. Dat kunnen klanten zijn, dat kunnen leveranciers zijn, dat kan je buurman zijn, dat kan, kunnen mensen bij de overheid zijn. Um, aan alle kanten kunnen mensen deelnemen aan je missie en die nemen deel op de manier die past in, in de rol die zij hebben. Mm -hmm. Ja, in mijn optiek is een community ook uh, met interactie dus ze kennen elkaar ze, uh, je zit in een groep met elkaar WhatsApp groep of cirkel of whatever als ik daarnaar kijk is dat is dat uh, bij community led growth is dat niet per se vereist dat daar ook communicatie is of iets dergelijks hm. uh, maar er is gewoon een maar het zijn allemaal individuen ze kennen elkaar niet en dan, dan kan je nog steeds een community zo noemen ze kennen elkaar niet ja zie ik wel zo en dat dat komt voort uit die gedeelde missie ja Daarom zou ik het Mission led Growth noemen nou, ja, nee, in ja. dit geval. Nou, <laughs> Tenzij ze de, dus door jou als host bijvoorbeeld bij elkaar komen in een roundtable of weet ik veel wat. Uh, ja. nee, dat je die interactie ook echt gaat. Ja, uh, maar gaat het is dienen. wel zo dat maar, kan ook online. Het, het, de, de, de kracht er, uh, die erin zit, die komt omdat het niet maar één of twee mensen zijn. Mm -hmm. um, maar omdat er eigenlijk vanuit, ja, vanuit de maatschappij, als jij een missie hebt om de wereld te verbeteren, ga je. Dat er vanuit de maatschappij dat er, dat er veel meer mensen zijn die daarin delen of die daar enthousiast over gaan worden. Ja, ik wil afsluiten met de ultieme tip: als het dan toch gaat om community-led growth, hè, wat en je wil ermee starten of je wil, uh, nou ja, je, je bent de uh, een of andere manier nu zover dat je zegt: Oké, okay, we deden het nooit, maar we gaan nu wel een community, al is het op individuele basis, uh, ze enthousiasmeren en de missie delen. Waar moet ze starten? Ik denk. Um, het belangrijkste is dat je uh, dat je gewoon gaat vertellen waarom je het doet? En vertellen waar? Um, nou ja, kijk, social media is natuurlijk de, de meest simpele manier om in contact te komen met, je, met, je, met bijna elke doelgroep die je kan bedenken. Uh, dus dat is waar ik zou beginnen. Ga gewoon eens kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit verhaal uh, goed vertellen op social media. Uh, hoe kunnen we nou, bijvoorbeeld inderdaad in podcast dit verhaal vertellen. Hoe kunnen we. Uh, onze doelgroep uh, bereiken met, met het verhaal achter waarom we dit eigenlijk doen. Ja. Uh, want dat is iets veel uh, founders, veel uh, eigenaren, die zijn er heel bescheiden in. En ergens is dat, is dat uh, mooi en vinden we dat prijzenswaardig dat mensen daar bescheiden in zijn en dat die mee te koop lopen. Zo van kijk eens hoe goed ik ben. Uh, maar tegelijkertijd uh, ontneem je eigenlijk uh, anderen de kans om deel te nemen. Mm -hmm. uh, dus daarin zou ik echt zeggen, joh. Wees bereid om je missie te delen met anderen. Ja. En te delen niet alleen maar in de zin van ik vertel erover. Maar ook te delen in de zin van dat anderen ook mee mogen doen. Ja, ja, goed. Cool. right. Thanks, een slotwoord. Heb je nog iets wat je zegt, jongens, kijk, hier eens naar een, een tip. Kan ook een boekentip zijn of een community tip misschien zelfs? Um, ik zit even te denken hoor, heel snel. Kijk, ik uh, sowieso ben ik zelf een heel mooi boek aan het schrijven over community led growth. Ja, die is nog niet uit. Die maar houd die in de, uit, de gaten. maar uh, uh, blijf dat vooral volgen. de Red Pen Academy kan je die te vallen. Red Pen Academy zou ik zeker. Uh, ben, yes. ik, ben ik ook zelf lid van, zou ik zeker aanbevelen. ja. Um, genoteerd. ook omdat dat uh, wat ik heb gemerkt is, kijk, uh, jullie hebben heel lang wel bekend gestaan als de, de slimme technische marketeers zeg maar. ja. Uh, mooi, mooie snippets voel ik aankomen. ja, maar, nou, maar wat ik heb gemerkt is dat er uh, met een hele open blik ook naar marketing wordt gekeken. Uh, dus het is niet alleen maar de techniek. Maar er zit ook veel meer achter. En die techniek, ja, dat is, sim, dat is, dat is vooral een middel tot. Mm -hmm. ja. um, en ik denk dat, dat we in uh, uh, marketing daar. Ja, veel marketeers daar veel van kunnen leren. Veel uh, ondernemers die zelf met de marketing bezig zijn, daar veel van kunnen leren. Um, en ik denk daarbij dat. Uh, nou ja, ik, ik heb dat ook wel meer van dichtbij gezien de afgelopen weken, maar het, het niveau is gewoon heel hoog. Ja, juist, uh, goed en, zo. <laughs> ja, nee, maar serieus, ik denk dat dat. Uh, er wordt heel veel marketing gedaan vanuit uh, gut feeling zeg maar. Uh, maar als ik naar Rependa kijk, zit daar wel. Een veel hoger niveau aan, aan, aan kennis en ervaring achter. Ja, ja, probeer ook echt wel uh, datagedreven te zijn, in ja, hoeverre dat gaat. Dat is dikke veer die we nou aan het Ja, 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 ja lekker. Maar dat uh, was een prachtige snipper. Die gaan we maximaal repurposen, dit ja, stukje. Ja, ja, ja. Thanks in ieder geval, uh, Peter, voor je inzichten en uh, voor het uh, delen over je kennis wat betreft de community-led growth. Thanks. Dankjewel. Dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam voor je, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor opwerpen of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op de website redpanda.works. En ik wil je nog vragen om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het superbelangrijk data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten via een review in de podcast-app of laat het weten op social media. Dankjewel alvast en tot volgende week.